ijs halen! Kom maar! Twee halen, één betalen! Ik heb nog nooit ijs verkocht. Hey, nee, maar... hallo. Goedenavond met Enzo Knol. Knol Power! Dames en heren, super tof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en de deurbel is gegaan. Dus laten we naar de voordeur lopen. Logisch! Laten we eens even kijken wie er voor de deur staat. Even kijken. Wie is het? Wie is dit? Hoe is dit? Hoe is dit? Oh, wat gaat hij doen? Oh, wat gaat hij doen? Oh! Ja. Die moet je me nog steeds leren, man. Hoe is ie? Prima met jou. Zullen we, aangezien je altijd op tijd bent, niet hebben over het feit dat je vandaag echt flink te laat bent? Sorry, man. Oké, goed. Geen probleem. ja, we hebben een beetje vertraging, maar geen probleem. Serieus, Boris is altijd nog geen eens op tijd. Hij is gewoon altijd te vroeg. Dat kan ook irritant zijn, trouwens. Sorry. Dat je dan denkt van, hij is er om 8 uur en dan... Om 7:50, weet je wel, gaat de bel en dan denk je, nee, ik wil nog even douchen in 5 minuten. Ah, zo vroeg ben ik ook weer niet. Ik ben meestal 4-5 minuten van tevoren. Ja, je bent ook echt altijd heel netjes op tijd, hoor. Dat is echt het dikste pluspunt ever. Maar ik vind het zelf vervelend als mensen op me moeten wachten. Dus dan, ja, dan kan je zelf maar beter ook op tijd komen, toch? Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, en zo? Ja, precies. Ik dacht al dat je dat zou zeggen. Hey, zullen we even lekker plaatje draaien? Cool. Even kijken, welk plaatje gaan we vandaag... Oh, een mooie vrouw, hè, Adel? Ja. Dat is een mooi wiggie. Mooi wiggie. Even kijken. Krijg je ook nog keuzestress erbij? Ja, joh. Zoveel. Zullen we deze doen? Post. Post Malone. De hele buurt wakker maken. Nee, dat hebben we gisteren al gedaan. Dat doen we vandaag niet meer. Oh, dit is wel nice hoor. Even kijken, welk nummer gaan we doen? Gewoon A, meteen de eerste. Waarom niet? Voor de mensen die het gemist hebben, check dan even de vlog van gisteren. We hebben namelijk deze hele installatie hier geïnstalleerd. Super sick. Ik doe hem serieus aan hier. Ik doe de plaatspeler doe ik aan. Wow, deze is doorzichtig. Wow, dat is vet. Die is echt heel sick. Holy moly. En dan doe ik deze erop. En dan zetten we deze op. Dat weet Boas. De alle rechterknop. En dan een paar keer inklikken tot er... Ja, oh nee, nog een paar keer. Hij moet op fono staan. Ja, zo ja. Hoppakee, dat is het. Nou, daar komt hij, dames en heren. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Oh. Wacht even. Sick. Het blijft zo sick, joh. Dat blijft lachen als je hem op snelheid zet. Ja. Weet je wat lachen is? Dat moeten we eigenlijk even laten horen aan de kijkers. Dat is echt geniaal. Kennen jullie de Chipmunks? Weet je wat echt lachen is van de Chipmunks? Dat stemmetje van ze, dat ze zo aan het zingen zijn. Ik zal je even iets laten horen, ja. Dat is echt geniaal. Wat we hiervoor nodig zijn is dat mooie wiggie. Kijk eens even. Deze hebben we daarvoor nodig. En dan gaan we even Adele veranderen in Chipmunks, oké? Oh, dat geknetter. Ja, dat is nice, hè? Ja. Komt ie. Hallo. Hallo. Wat veel geknetter. Hij knettert nu al heel veel. Ja. Er staat iets aan te branden. Ja. In de keuken. Net als je bij een kampvuur zit of zo, ja. Dit knettert wel heel veel. Maar is die plaat dan niet beschadigd of zo? Die is geniaal, hè? Het is maar... echt een chipmunk. Misschien kan het nog erger. Moet je hem helemaal uitzetten als je eruit draait. Dat klinkt ook heel leuk. Gewoon de hele plaat. Ja, de hele plaatspeler uitzetten. Let's go. Oké, we gaan onderweg naar het prachtige dorp Limmen. Maar voordat we naar Limmen gaan, ga ik nog eventjes iets regelen. Ik heb namelijk wat afgesproken. Ik kom hier namelijk langs. Dit is een tankstation langs de snelweg.
En eigenlijk altijd, als ik richting Amsterdam ga, dan ga ik hier eventjes stoppen om koffie te halen. En dan doe ik dat bij mijn lieve vriendin die daar werkt. En nu heb ik ooit een keertje voor de grap gezegd dat, zet maar als naam erop, want ze vroeg aan mij wat voor naam wil je erop. Toen zei ik Hotboy 99. En geloof het of niet, ik heb zelfs bewijs. Dit heeft ze dus serieus erop gezet. Hotboy 99. Toen ging ik terug in mijn auto zitten en toen zei ik van, oh mijn god, ze heeft het nog echt gedaan ook. Geniaal, super tof. Maar de volgende keer als ik kom, wil ik dan heel graag Hotboy 100 hebben. En toen serieus, nou echt best wel een flinke tijd later, kwam ik daar weer. En wat zet ze erop? Gewoon zonder enige vragen gesteld, Hotboy 100. Geniaal. En toen laatst was ik daar een keertje, zette ze Hotboy 101 erop. Nou, ik vind het echt geniaal. Ik heb haar beloofd dat ik haar een bosje rozen zou brengen. Of nou ja, laten we zeggen een bosje bloemen. Maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. En dat wil ik wel doen, want ik wil heel graag mijn afspraken nakomen. Dat is net zoals de winacties die ik doe. Als ik een winactie doe, wil ik gewoon 100% zeker ervan zijn dat degene die de winactie heeft gewonnen ook daadwerkelijk het product krijgt. Dus wat ik ga doen is naar binnen hier bij het tankstation. Ik ga een bosje bloemen fixen en die ga ik overhandigen aan haar. Als ze aan het werk is, dat is eventjes de vraag. Oh, zien jullie dat ook? De blueberry muffin, maar ik zie er nog maar twee staan. Oh nee. Is je collega niet aan het werk? Nee, ze valt deze week dagen vrij. Is deze hele week vrij? Ja, zeker één dag of zo. Dus. En aan wie moet ik het bosje bloemen dan geven? Ik ga iemand even op het rooster laten kijken voor wanneer ze weer aan het werk is. Dat was echt een gemeen lachje. Ik ga de huisadres achterhalen, gaan we gewoon langs, zelfs best voor de deur. Dat zou echt heel creepy zijn. Oh, hallo, weet je toch dat ik wel eens koffie bij haal? Hallo. Wat wil ik hebben? Oké, dankjewel. 10. 10? Ja, 10 stuks graag. Yeah, 10 blueberry muffins. Yeah. En ze werkt dus vrijdag. Ah, oeh, deze ziet er nice uit. Oeh, nice. En oh, en de hele bestelling. We hebben maar één handvat. 10 stuks, we hebben één handvat. Oh, die stinken zo erg. Oh, de auto staat niet aan. De auto zit dicht. De auto zit op slot, dat is jammer. Ja. Oké, de reden waarom ik 10 blueberry muffins heb gehaald is omdat wij echt iets heel erg bijzonders gaan doen vandaag in Limmen. En daar gaan we nu heen. Het is nog een half uurtje rij ongeveer. En dan zijn we er. Gaat wel echt heel erg tof worden. Dat weet ik 100% zeker. Weet je waar ik absoluut geen zin in heb? In file. Weet je wat er voor mij staat nu? File! Yay! 39 minuten vertraging! Wee! Oh, dit is zo naar. We kunnen er ook helemaal niks aan doen. Weet je wat we wel kunnen doen? We kunnen moppen tappen! Dat is leuk! Oh nee. Zal ik jou eens even een paar goede flauwe mopjes vertellen? Nou, kom maar op dan. Ja? Hoe herken je een Hollander als hij file rijdt? Geen idee. Aan zijn gele nummerplaat. Okay, wordt het zo'n dag? Die was echt te slecht. Het heeft 40 ogen en 4 tanden. Wat is het? Wat zei je? Het heeft 40 ogen en 4 tanden. Wat is het? Een zeeegel. Een bejaarde Polonaise. Een jongetje staat op de bus te wachten. Zegt de buschauffeur, kom er eens af. Er staat ook onder die mop. Dus iemand vindt hem zelf ook echt heel grappig. Oh. Ja, lachen man. Ik hou echt van moppen, weet je dat? Een Nederlander... Ja, ik vind hem leuk. Een Nederlander komt een Duitser tegen. Zegt de Nederlander tegen de Duitser, wat hangt er aan de waslijn? Zegt de Duitser, was? Want in het Duits is wat is wat. Dus was? Zo van, wat is dat? Is was is das?
Dus vandaar was. Ik denk, leg hem even uit voor de mensen die hem niet begrijpen. Dat was wel een goeie, hè? Ja, ik heb hem gewoon van internet, hoor. Maar hij is wel goed. Zo, ik zie ook sommige auto's die zijn echt ondergescheten door duiven. Holy shit, duivenpower. Damn. Is er een heel leger van duiven in Nederland in één keer of zo? Echt veel scheid overal. Ja, zal ik eens kijken of er een leuke scheidmop is. Scheidmop. Wat krijg je als je Lord omdraait? Drol. Wat krijg je als je Drol omdraait? Lord. Vieze handen. Jeetje, boos. Oh mijn god. Ja, dit gaat echt... Dit gaat echt nergens meer over. Dat is wel een goede scheidmop. Goede scheidmop is dat. Weet je wat het is met moppen? Ik hou niet van lange moppen. Die echt heel lang duren. Nee, zoek dan naar twee regelmoppen. Ja, het moet gewoon hele korte regeltjes zijn. Als dat toch stil zou ik een kort doen voor de auto. Ik heb gisteren helemaal geen salto gedaan, hè? Nee? Nee, gisteren heb ik het vergeten volgens mij. Heb je gisteren geen salto gedaan in de vlog? Dan vind ik dat je het nu moet doen. Nou, daar gaat Boas. Let's go! Ik dacht dat iemand anders dat deed. Oh, wat lekker, hé. Of wegen dacht ik wel, kut, ik heb mijn bril nog op. Zo meteen vliegt hij gewoon zo af. Dus ik had hem maar zo een kort doen. Oké, weet je, aangezien je het over bril hebt, zal ik even een leuke brilmop vertellen. Waarom zet een dom blondje haar bril af bij een alcoholcontrole? Heeft ze twee glazen minder op. Ja. Dat scheelt twee glazen. Oh, wat goed, zeg. Vroeger was mijn vriendin altijd erg boos als ik over de bril plaste. Nu niet meer. Ze heeft nu lenzen. Oh, die is echt erg. Die is echt... Oh mijn god. Nou, zullen we nog één meestelijke mop doen en dan kappen met die moppen? Ja? Doen we nog één mop. Oké? Die kan... Hij is wel echt goed. Oké, mensen, we zijn nu aan het lachen om een mop die ik echt niet kan vertellen. Die is echt veel te grof. Maar ik had het niet door totdat ik hem pas vertelde. Dus, komt-ie, de allerlaatste. Zoals ik had beloofd. Er zitten twee vliegen op de kale kop van een oude man. Zegt de een tegen de ander, weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden? Oh, jeetje. Ze worden wel steeds slechter. Ja, echt. Op nummer... Oké, ik doe er nog één. Ja, deze is echt zo leuk. Deze is echt leuk. Oké. Op nummer 54 woont Batman. Op nummer 55 woont Superman. Op nummer 57 woont Spider-Man. Wie woont er op nummer 56? Ja, vertel maar, want ik kan dit sowieso niet gokken. De buurman. Goed, hè? Dat is gewoon een nieuwe superheld. Je hebt Batman, je hebt Spider-Man, je hebt buurman. Maar wat is dan zijn superpower? Dat hij een goede buurman is. Dat hij af en toe de vuilnis wegzet van Spider-Man en Batman. Wauw, daar kun je wel een hele film over maken. De buurman is een vuilnis. Oh, er staat ook iets op dat... Oh, dat is haar buurman, kijk. Oh, wait, yo! Wow, dit is sick. Er staat op de achterkant van die auto, Boerman, interieurbouw. Ja, dat is echt, dat is wel heel toevallig. Ja. Nou, weet je, er zijn 3 minuten voorbij. We staan nog 36 minuten in de veiler. Oh, hadden we nou maar dit, hè, dan konden we er even in slapen. Ja. Konden we even wat slaap inhalen, lekker. Dat was ongemakkelijk, want Oké. Ja. Ja, dan heb je een file gehad van zeker 3 kwartier. En als je dan een file hebt gehad van 3 kwartier, wat kan er dan nog wel bij? Natuurlijk, de brug die open gaat. Weet je, geen probleem. Het zit ons allemaal niet mee vandaag. Nog niet. Misschien gaat dat nog veranderen. Ik hoop het wel. Jongen. Jongen. Snap je? Vind ik ook. Ja.
Hey, we zijn er. Holy shit, het is hier al. Hey. Joey! Topper! Kan je hem hier neerzetten? Ja. Oké. Okay. We zijn bij Joey. Kijk eens even. Joey's IJsselon onder nul. Onder nul. Onder nul. Onder nul. Even correctie. Onder nul. Die grap is vast wel een keer gemaakt. Ja. Dat kan niet anders. En waarom onder nul, Boas? Omdat... een ijs is. Hey, en boven de nul smelt... mijn lul. Nee, ijs. 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 Ja, ijs moet onder de nul zijn. Neem je muffins mee. Die muffins nemen we mee, hoor. Hey Enzo, moet je eens even ruiken in die tas. Zo lekker, jongen. Ruikt een beetje muff, hè? Bro, zo kan je niet zijn. Zo kan je niet zijn. Goedemorgen. Hoe is ie? Joey. Enzo. Gaat goed. We zijn hier vandaag, dames en heren, om ijs te maken. En niet zomaar ijs. De bedoeling is dat we knolpower ijs gaan maken. Dus een ijsje naar mijn eigen smaak, die ik zo lekker vind. Dat jullie er ook van gaan genieten. En heel graag zou ik de smaak van een blueberry muffin willen hebben. Dus wat heb ik meegenomen? 10 stuks blueberry muffins. Kijk, dat is lekker. Dus dat gaat goed komen. De zon is aan het schijnen, dus ik zou zeggen, laten we eerst even genieten van een blueberry muffin. Dan weten we in ieder geval hoe dat smaakt. Kunnen we aan de hand daarvan een ijsje gaan maken? Ja, toch? Ja, zeker weten. Hier, Boas, mag je er ook een? Dank. Oh, nee, je was te laat vanochtend. Nee hoor, ik was ook te laat. Dus dank ja. Je wel. Dus ja, laten we eerst even in het zonnetje gaan zitten en even genieten van een blueberry muffin. Willen jullie wat drinken erbij? Bakkie? Ja, lekker. Lekker. Cappuccino. Bakkie pleur? Bakkie pleur. Bakkie pleur. Bakkie pleur. Ja, wat wil je? Cappuccino? Macchiato? Heb je dat allemaal? Heb ik allemaal. Lekker. Dat kan je hier ook gewoon. Ja. Wil je binnen zien of kan je eruit zien? Ja, laten we binnen gewoon even checken dan, ja, toch? We zijn wel nog dicht, dus alles staat binnen. Normaal okay. Is het allemaal leuk uitgestald, maar... Kijk eens even. Komt helemaal goed. Zo, je hebt leuke bezoekers hier. Ja. Trek de aandacht wel, hoor. Is dit je trouwste klant? Die zijn er elke dag. Met regen, met zonneschijn, dat maakt niet uit. Die zijn er altijd. Nou, zoals je ziet, je kan ook je huisdieren meenemen naar Joey. Ja, dat wordt veel gedaan, hoor. Ja? De mensen die komen dan met hun hond en dan gaat die hond naast ze zitten op een bankie. En dan zeggen ze, mag ik een bakje slagroom voor de hond? Ja, is goed. Dan serieus? Dan gaan ze gewoon lekker genieten ervan. Is ja, ook wel eens iemand die heeft gewoon een ijshondje voor de hond besteld? Ja, eentje die houdt hem gewoon vast en laat de hond dan mee eten. En zelf heb ze ook een ijsje. Dat is geniaal. Ja. Nou, hier maken we de koffietjes. Nice. Ziet er goed uit, Joey. Ja, dankjewel. Hoe oud ben je? Ik ben net 26 geworden. Net 26? Ja. Nou, nog gefeliciteerd. Dankjewel. Ik was 21 toen ik hiermee begonnen was. Oké. Okay. Dus best wel jong. Net klaar met mijn opleiding. En toen kon het allemaal. Ik dacht van ja, ik ga het gewoon proberen. Maar heb je dan de opleiding IJsselman gevolgd? Of? Nee, horeca ondernemer heb ik gevolgd. Die opleiding, MBO 4. En die had ik best wel goed afgerond, zeg maar. Dus toen ben ik, en ik werk al vanaf mijn 13 een beetje in de horeca. Dus dat is wel heel leuk. Ja. En ja, op een gegeven moment denk je dan van ja, weet je, blijf voor de baas werken, wil je voor jezelf. Nou, toen ging ik het voor mezelf doen. Ja, dacht ik wil alle stress hebben, dus ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Ja, dat is daarom ook die rimpels allemaal. En dan op een gegeven moment, dan moet je ijs leren maken. Want ik vind wel, als je zo'n business hebt, dan moet je wel zelf je product maken. En ja, dat moet je gewoon leren, gewoon doen. En nu kan je dat steeds meer gaan specificeren, pure gaan maken en zonder troep gaan werken, zeg maar. Ja, want jij maakt al het ijs zelf. Ja, alles maak ik zelf. Dat doen we hierachter. Daar gaan we straks heen. Dat staat allemaal klaar of klaar. We moeten het alles nog in elkaar zetten. Ijsmachine, dingen, desinfecteren. Okay. Dat gaan we allemaal doen. Dat is wel heel leuk. Dus nice. Dat gaan we straks doen. Nice, ik ben benieuwd. Binnenkort dan heb ik ook een beetje de ervaring. Een beetje hoor, een beetje van de ijskoman. Dan kan je natuurlijk niet allemaal in één dag leren en onthouden en weten. En dan ook meteen denken, ik ga ijs maken. Maar dat laat ik graag een Joey over. Maar we gaan wel even een kijkje nemen. Hoe het gaat hier achter de schermen bij Joey. En dan is het de bedoeling dus dat we uiteindelijk, en dat is echt het vette hieraan, dat uiteindelijk is er dus een bolletje ijs, wat we knolpower ijs gaan noemen. En hoe super vet is dat, dat je dat hier bij Joey kan halen. Dat heet dan ook echt serieus knolpower ijs. Komt er ook zo'n mooi bordje? Ja, alles erop en eraan. Dus we gaan er echt een leuke bak ijs van maken en een primeurtje en een speciaal ijsje voor jou, zeg maar. Dat wordt echt heel erg nice. Dus dan kan je gewoon het hele seizoen hier zo bij Joey's IJsselon kan je knolpower ijs halen. Hoe vet is dat? Maar we gaan eerst even buiten genieten van een bakje pleur en lekkere blueberry muffin.
Ik heb serieus, en dat is echt geen grap, nog nooit zo'n lekkere koffie gehad bij IJsselen. Ja, nee, echt serieus zonder gekheid. Maar blijkbaar, Joey heeft al echt bizar veel jaren ervaring in koffie maken. Ik dacht dat hij geintje maakte, maar het is nog echt zo ook, want dat proef je. Dus we hebben echt heerlijke koffie gedronken. En ik wil natuurlijk wel eens zijn met de winkel. Dus wat doen we? We gaan ons even transformeren naar een Joey werknemer. Kijk eens even. Ik doe een shirtje aan. Ik hoop niet dat dit een buikshirtje wordt. Weet het nooit. Crop top. Nee, nou. Hij is wel een beetje klein. Wel een beetje klein, ja. Ik denk toch een maatje groter. Toch een elletje proberen. Ik lijk wel kasso, hè. Is dit altijd al je kleur geweest? Nee, in het begin had ik paars. Paars? Ja, paars. Okay. Maar ik dacht van ja, tijd voor wat nieuws. En ik was best wel wat afgevallen. Dus ik denk ja, dat is eraf. Dus de kleur moet ook weg. En dan gaan we lekker aan blauw. En blauw kan je heel leuk combineren met roos. Dus ja, voor de toekomst. Smurfijs. Ook nog. Echt zo. Ja, ja. Nee, maar het blauw is wat leuker, wat herkenbaarder. Verkeersborden zijn ook blauw. Dat trekt je aandacht. Dus dit is ook blauw, trekt ook je aandacht. Onthoud je. Ja, slim. Kijk, over nagedacht. Ja, mijn aandacht trekt altijd flitspalen. Ja, die brieven die je daarna binnen krijgt, zeker. Dat zijn blauwe brieven ook. Echt zo. Weet je, zal ik even laten zien wat voor ijsje ik graag wil maken? Ik zou vandaag graag zo'n groot ijsje willen maken. Oh, wat is het grootste ijsje wat je ooit hebt gemaakt? Volgens mij 9 bollen op elkaar. 9 bollen? Ja. Oh, die gaan we wel vandaag verbreken hoor. Zeker weten. Gaan we proberen. Stel voor, dit is een echt ijsje, dit zou echt heel lijp zijn. Oké, dan gaan we beginnen, Joey. Nou ja, we gaan beginnen met handschoentjes aan, desinfecteren en de machine in elkaar zetten. Top. Yes. Gaan we doen. Kijk. Crocs. Crocs met minions erop. Met minions. Gelijk voor de kinderen, ja toch? Ja toch? Oké. Okay. Zit mijn haar nog goed, ik heb net een shirtje aangedaan. Ja, het is mooier, joh. Ja? Dit is de ijsbereiding. Welkom in de keuken. Altijd als je ijs maakt, doe je handschoenen aan. Okay, ja, vind ik zelf altijd prettiger. Zeg maar. Okay. En het is gewoon hygiënischer. En ja, met je handen weet je, je pakt de deurkruk vast. Dit of dat weet je altijd wat. En met deze dingen, als je de desinfecteert, je hebt geen naadjes, kan niks onder je nagel blijven zitten. Dus het is gewoon schoon. Ja. Gaan we even naar de pompie. Waarom heet een handschoen eigenlijk een handschoen? Omdat het een schoen is voor om je handen. Zo, dat is een goeie. Ja, want het is een schoen voor mijn handen. Ja, dit gaat nergens heen. Oké, okay, ik voel... 3 pompies en dan gaan we het smeren. Ja, dat is... Marsepein. Ja, dan gaan we van die... ik dacht, dat is misschien wel leuk om het knolpower logootje eruit te snijden. Oh, dat is ook echt voor vandaag? Om het ijs te versieren, ja. Oh, nice. Wat moest ik doen? Hier 2-3 keer pompen en dan gewoon goed smeren. Een soort glijmiddel dus. Ja, maar dan desinfecterend. Wat is er heen? Zo, dit is koud! Ja, oh, joh, dat bevriest bijna! Ja. Ja, serieus! Maar nou is het wel... Ik vind dit al leuk. Gedesinfecteerd. Zeg maar. Ja? Ja! Oké. Okay. Top! Nou, dan moeten we de machine natuurlijk nog in elkaar zetten. Want dat halen we elke dag uit elkaar in verband met de hygiëne, kluisverpletting en de dingetjes. Dus ja, dan gaan we lekker beginnen. Pim, zet jij zo'n muziekje aan, zachtjes misschien? Oh, ja. Ja, even André Hazes ofzo. Ja, dan luister ik wel. Oh, luister je dan? Nee, maar ik wist dat jullie het luisteren. Oh, hoe weet je dat dan? Ja, ik vond jullie gewoon André Haas types. Ja, lachen. Ja, ik heb het toch goed? Klopt ook nog, ik ken bijna alles al uit mijn hoofd. Denk ik. Zie je, ik heb het goed. Echt, ik dacht, die doen vast lekker 100% NL door. Ja, het is niet mijn muziek, maar ik vind het wel leuk. Met achtergrondmuziek qua sfeer en zo. Nou, dat ringetje mag je hier in doen. Dat je er goed in zit, zeg maar. Goed eromheen. Die tussen. Je moet daartussen? Ja. Zo. Andersom. Zo. Nee. Zo. Juist. Deze mag er opgedraaid worden. Mag ik een paar keer draaien? Natuurlijk. Ja, ga je gang. Hoor, dat voelt goed. Waarom zit je nou aan te lachen? Ja, ik heb het wel strak vast. Hou het heel strak vast? Ja. Maar hij zit toch wel goed strak vast. Kijk. Dan sluit hij mooi af. Loopt het er niet uit, want het gaat er vloeibaar in natuurlijk en dat komt er als je zo'n dikke hier. Ja, ik heb geen idee hoor. Ik zie nu dingen, maar ik heb geen idee wat, hoe wat. Maar je maakt me daar dus vragen voor zeggen, dan vertel ik je wat. Oké. Okay. Dit is de menger, zeg maar. Dan hebben hier de mesjes. Nou, hij slaat hem die kant op. Dit zijn mesjes? Ja, schrapers. Schrapers? Ja. Oké. Okay. Die zorgen zeg maar, deze komen hier met druk tegenaan. En die kan je indrukken, zeg maar zo.
Dus die komen er met druk tegenaan en die zorgen ervoor dat die rand mooi schoon is gemaakt. Oké. Okay. Oh ja, tuurlijk. En dan even kijken, dan moet die... Juist. Zo. Ja, top. Het is ook lastig, hè? Nou, ik vind het wel leuk om te laten zien hoeveel moeite erbij komt kijken als je ijs wil maken. Want dat vind ik ook het leuke aan wat ik heel vaak doe. Dat ik heel vaak naar mensen ga en dan een kijkje neem achter de schermen. Dan zie je hoeveel moeite en vaak ook liefde er wordt gestopt in iets wat er wordt gemaakt. Wat voor ons heel makkelijk is om te halen. En hoeveel liter ijs gaan we nu maken? Per keer. Goeie vraag. Goeie vraag, Boas. De room wat we erin gooien is 4,5 liter. Dus we gooien er 4,5 liter vloeibare mix in. En er komt 5,5, 6 uit. Dus om antwoord te geven op Boas' vraag. Hoeveel liter ijs gaan we maken? 6,5. 6,5 liter. En daar gaan al die in? Of, Dat gaan we bepalen straks aan de hand van smaakie en proeven. Oké. Okay. Dus dat gaan we samen bepalen. Ik heb expres niet ontbeten, zodat ik lekker veel kan proeven. Dat is top. Kijk, deze moet er nog achterop. Oké. Okay. Daar erin. Ja. En dan mag je die hierin schuiven. En dan zie je daar het biertje. Dat is vrij bij deze. Oh, ja. En dan moet die er op die manier in kunnen gaan. Kan ik niks fout doen? Nee. Nou, dan gaan we even checken of die dicht kan. Hij was pas zuiver. Nou, lekker. Dan gaan we beginnen met de mix, denk ik. Om het zo maar te zeggen. Want je wil blueberry-ijs. Ik zou heel graag ijs willen waar blueberry muffin in terugkomt. Omdat ik gewoon gek ben op blueberry muffin. En ja, voor de rest moeten we maar kijken waar we op uitkomen. Dat is goed. We kunnen hem op een yoghurtbasis maken. We kunnen hem naturel maken. We kunnen hem op kwarkbasis maken. Okay. We kunnen er stukjes chocola in gaan verwerken. We kunnen eigenlijk alles doen dat ze leuk met ijs. Je kan... Ja, het is oneindig. Heb je hier al een eigen ijssmaak, een Joey ijssmaak? Nee, nog niet. Nee? Wil ik wel doen, maar dat is wel iets, ja, daar wil ik heel goed over nadenken. En iets wat er nog niet is, zeg maar, en wat ik zelf heb. Ja, want wat we nu gaan maken is ook een beetje de bedoeling dat dat iets is wat er nog niet is. Om het een beetje uniek te maken natuurlijk, ja, voor het knolpauwe ijs. Ik heb wel bierijs gemaakt. Bierijs, ja, heb je gemaakt? Daar word je ook echt dood van. En vodka, blueberry, vodka, citroen, ja, dat is echt vet. Oké. Okay. Vaak studenten voor feestjes die bellen mij, ik kan een bak maken. Nou, dan kan een klein bolletje, dan als een shirtje, zeg maar. Ja. Dat is wel heel leuk. Oké, okay, lachen, maar wij gaan nu ijs maken. Knolpauwe ijs bevat geen alcohol. Nee, voor de kids ook. Ben jij de enige die je ijs maakt? Of? Ja, tot nu toe nog wel. Ik ben wel aan mijn zusje aan het leren. Je bent aan het leren? Ja, daarom kijk ik nu ook mee, want... Even, ja, want jij hebt speciaal gecertificeerde ijskommand papieren. Ja, om het zo maar te zeggen, ja. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Top. Heel leuk. Ja. Nou ja, hier, dat zijn onze gereedschappen die we nodig hebben. Voor de rest is gewoon met de handen. En proeven, zeg maar. Let's go. Yeah. Ja, wat is dit nou? Shockfreezer. Een shockfreezer? Ja. Hier moet het ijs in. Ja. Dat vertelt hij net, ja, toch? Ja, dan wordt het heel snel koud. Ja, maar ik begrijp het niet helemaal. Oké. Okay. Ja, hierin wordt het, hoe koud wordt het? 5. Dit wordt nu al, ja, beetje koud. Dit wordt hoeveel? Min 40. Deze zijn min 21. Dat is om de voorraad te bewaren. Ik schep het op min 14, min 13. Dat is want hoe kouder, hoe minder smaak. Dus ik wil het niet te koud scheppen. Dat je de smaak goed proeft en dat je ook niet echt een brainvries krijgt. Want die zijn niet prettig. Nee. Dan wil je wel een beetje opscheppen. Ja. Dat doe ik de hele dag. Dat is ook leuk. Dan vraag ik aan de mensen, nou, wat mag ik vandaag voor u opscheppen? En dan zitten ze kijken, opscheppen. En dan denk ik, oh ja, dat is logisch, want dat doet hij de hele dag. Ja. Dat is wel grappig. Ja. Dit is ons basisroom. Dat pasteuriseren we niet zelf. Dat laat ik doen door een bedrijf in Zwitserland. Okay. Dat laat ik inkomen. Dat is helemaal safe. Ook voor mensen die zwanger zijn of dingetjes. En ja, dan kan het niet misgaan, zeg maar. Ik doe dat uit 1,5 liter om even mee te werken. Ja. Dat mixt ook wat makkelijker als dat je hem in één keer nog je vult en je gaat dan je ingrediënten doen. Nou, dan gaan we de muffins plukken, denk ik. En dan kunnen we gaan wegen hoeveel we erin gaan doen. Dus nu gaan we dit gewoon een beetje uit elkaar halen. Ja, gewoon een beetje plukken. En, dan daarin hierin. En dan gaan we, want hoeveel ijs kan je daarvoor maken? Van dit kunnen we nog geen ijs maken. Oh. Maar deze gaan we straks vullen tot 4,5 of 5. En wat komt daarbij? Melk of zo? Nee, dit is melk en rook gemixt. En wat komt daar nog bij? Muffin. Zoveel? Tot hier muffin? Nou, echt? Wanneer de smaak naar de zin is, dan kunnen we hem gaan afdraaien. Okay. En dan laten we hem even intrekken, laten we hem even staan.
Dit is wel echt nice hoor. Ik ga het gewoon helemaal precies zo maken zoals ik zelf wil. Ja. Dat is wel echt nice. We gaan ook heel veel ijs eten vandaag, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Heel veel proeven. Zullen we gewoon precies 400? Ik vind het goed. Eigenlijk moeten we niet te veel weggeven qua hoeveel gram en zo. Want anders gaan, gaan ze ons recept jatten. Ja. Dit is echt zwaar. Dus we doen er 2000 gram in. Van muffin. Oké, 400 hè. Blauwe bes. Waar is die? Altijd lukt het en dan nu. Ja, dan kunnen we wel een paar van dingen doen. Ja, wat we nu gaan doen? Gaan we gewoon mixen. Je bent heel netjes, hè? Jij? Ja, ik hou niet van rommel. Nee, alles meteen helemaal opruimen en schoon en weg. Mag nu wel rommel worden, dat maakt mij niet uit. Maar normaal werk ik altijd schoon en houd het ook overzichtelijk. En dan weet je zeker dat er bijvoorbeeld geen groene appelijs Ja, want dat is wel belangrijk als je ijs gaat maken, dat je gewoon alles goed netjes opruimt en schoon houdt. Omdat er zijn ook bijvoorbeeld mensen met een notenallergie. Of bijvoorbeeld, ik weet het eigenlijk niet, maar mensen die zwanger zijn mogen bepaalde dingen niet hebben. Ja, we mogen alleen gepasteuriseerde melk, dat betekent dat de melk tot minimaal zo verhit verhit is. Door bacteriën eruit zijn die schadelijk kunnen zijn voor een kind. Ja. En het knolpauwijs wat wij gaan maken is ook gewoon goed te eten voor zwangere vrouwen. Ja. En kinderen. En mensen met diploma en zonder diploma. Ja, mag ook. Iedereen mag het eten. Ja, iedereen mag het eten. Yeah, ik heb nooit een ijsje gegeten. Ik maak ijs voor iedereen. Ja. Oké, nou, pak deze mee, pak die mee. En dan wat een mixer. Even ruiken. Ja. En dan kunnen we het met de hand gaan mixen of met deze. Oké, okay, hier doen we gewoon dit allemaal in. Nou, niet allemaal. Een beetje. Dan gooien we daar een beetje van in. Doe hem in twee etappes. Kijk eens aan. Pas precies. Pies precies. Ja, nou doet hij het. Dan zet je hem eerst op 1 en daarna op 2. Dan stop je ermee en dan ga je een beetje rijden. Gaan we proeven. Ah! Dat zag je! Ik wel goed zo. Ja? Nou, haal hem eraf. Hey, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben allemaal. Ja, dat was wel goed zo. Ik heb eigenlijk geen idee. Nu is het eigenlijk soort nog een milkshake. Ja, zo kan je het dan noemen, ja. Dan gaan we wel even proeven wat voor verhouding. Oh, je kan nu al proeven wat voor ijs het ongeveer wordt. Bijna. Dit is alleen de mix. Zeg maar. Wordt dit zo, deze smaak? Deze smaak. Dit is echt nog heel wat lekker. Intenser, zeg maar. Echt serieus, filmsgezicht. Wil je ook, Boas? Ja. Ja, ik ga heel gezicht filmen. Ja, jij kan denken. Wel leuk zo dat je het aangeeft. Het smaakt heel lekker, ja. Ja, nee, serieus. Echt zonder dat is echt gewoon alsof je een melkversie van een. Hou het maar bij lekker, hou het maar bij. Het is lekker. En dat is precies de bedoeling wat wij altijd willen proberen. Ja, blueberry muffin in hou maar bij lekker. Ja. Zo, dat is lekker. Mooi gezegd hoor. Blueberry muffin in een romig jasje. Zo. Goeie, hè? Goeie. Voor deze in de maatbeker weer. Zo, echt goeie hoor. Ja, we verspillen niks, dus we schrapen alles even er lekker uit. Ja, zeker weten. Hoe werkt het? Jij bakt ook nooit of zo, hè? Ik haat bakken. Ik haat bakken. Gaat die goed? Ja? Ja? Hoppa! Ja? Ja? Top. Dan mag je die andere muffins ook weer in die mixer doen. Ja? Maar die hebben dan geen room. Nog niet, inderdaad. Of doen we nog dit weer daarbij? Nee. Dan doen we hier weer. Oh, weer een nieuwe room. Maar voor de camera zeggen we 6 liter. Ja. Voor de camera zeggen we niks. Nee. Nee, maar even serieus. Het is toch helemaal niet handig om te laten weten hoeveel we gebruiken? Nee, dat is toch
Maar er komt straks nog geheime ingrediënten in. En dat heeft niemand, dat hebben we alleen wij. Kijk, hoppakee. Hoor je dat? Heel veel geheime ingrediënten. Ketamine, ecstasy, dan laten we dat maar niet doen. Dan hebben we een probleem. IJsje met special effect. Ja. Nu weer lekker uitlepelen. Yeah. Zo, ik geloof het wel. Ja, tevreden mee? Ja. Even 1 litertje nog in de jerrycan. Even 1 litertje in de jerrycan. Hey, je hebt wel een mooi accent hoor. Ja, vind je? Ja, ja. Ja? Even 1 litertje nog in de jerrycan. Dat hoor ik bij mezelf niet. Kijk eens vanavond. Ik heb altijd hier vaak ook mensen uit Amsterdam of zo. En dan denk ik, jeus, we praten die plat. Maar als ik dan zelf ergens kom, dan zeggen ze, waar kom je vandaan, weet je wel? Ja. Ja, kijk eens even. Dank u mevrouw. Nou, dan voegen we dat er nog aan toe. Sorry, perfect. Hoppakee. Goeie zaak. Nou, dan gaan we hem even doorroeren. Moeten we hem eventjes de tijd gunnen om hem goed in te trekken. Als we hem nu gelijk afdraaien, dan pas ik deze smaak. Maar als je hem even wat meer intrekt, kunnen we er ook nog een paar stukjes extra in doen. En dan zoeken we die vol. Niet veel meer doen. Misschien het prijs van schijn. Ja. Ja, ruikt wel lekker. Ja, ik vond hem echt lekker smaak ook. Ja? Ja. Zullen we nog wat extra in gooien? Ja, is goed. Van ijsje zo. Ja, dan doen we wat extra erin. Ja. Best of zo. Of vind je best van erbij? Ja, want als we dat erbij doen, moeten we dat mixen weer. Nee, hoeft niet. Kunnen we gewoon erin laten en de slaat de machine wel stuk. Oh, echt? Ja. Maar dit is om de room en de melk in te laten worden, zodat de smaak goed. Ja, ik vind dit wel goed. Ja, vind je het zo goed? Ja. Ja? Ja. Dan gaan we beginnen met de machine. Dan hebben we ook in ons hoofd 400 gram... Nee, 2000. Nou ja, ja. 400 gram muffin en 50 gram bessen. Ja. Is dat veel voor ijs? Qua producten? Ja, er is normaal is het ongeveer per kilo mix. Dat je ongeveer varieert tussen de 50 tot 80 gram van het product toevoegt. Oh, dus het is wel heel veel? Het is meer. Ja, hoe meer, hoe beter. Zeg maar. Ja. De meeste dingen. Kijk, dan pak ik even wat water in de desinfectiespray. Dan mag je daarmee de machine mooi inspuiten. Deze hierin en de binnenkant. Dat moet ik spuiten? Ja. Gewoon sprayen? Gewoon zo? Ja. Ja. Dan doe je hier 4-5 spraytjes, daar een paar. Hier een paar. Oké. Dat is goed. Hij is al helemaal gedesinfecteerd, maar even voor de extra. Voilà! Bacterie weg! Ook buitenkant zo? Ja. Staan. Ah. Kan ik deze wegzetten? Ja, zet maar neer. Dat water mag hier bovenin erin. Dat water moet hierin? Ja. Dus gaat dat niet lekker? Als het goed is niet, als je hem goed hebt aangeleid niet. Dan komen we zo achter. Ja, hoezo gaat dit water erin dan? Nou, dan kunnen we de desinfectie laten we even intrekken, verdunnen we iets. Want het is vrij even desinfectie, laten we iets verdunnen. Dan is hij nou, schoon. Hoort dit zo? Ja. Er moet af en toe wat uitdrukken worden. Kijk, top. Mag je op de groene knop drukken, dan gaat hij aan. De startknop. Maakt dat veel lawaai? Nee, nu nog niet. Dan hebben we de golfjes. Dat is alleen ronddraaien zonder te koelen. Dus slaan. Dan hebben we het ijsloof, het ijsvokje. Als je daarop drukt, dan gaat die machine gaat koelen. Dus dan gaan we er ijs van maken. Deze, dat... Zijn die spijltjes, dat loofhoofdje. Als je daarop drukt, slaat hij de andere kant op met een duwend effect. Oh ja, dan staat dus dat het ijs eruit. En stop is stop. Dus dan mag je eerst op slaan drukken. Oké. Okay. Want dit gaat hij nu doen met water om alles te spoelen. Juist. Komt dat overal in. Kijk, wow. Zo je zien. Ja, gaat hij een beetje. Er moet zuurstof bij komen, want het ijs wordt geslagen. Wordt geklopt. Dan mag je op stop drukken. Zou ik even wachten tot hij stilstaat, want dat is nu al een flash. We kijken gaat met smurf ijs, was alles blauw. Echt? Ja, was niet leuk. Was mijn eerste keer denk ik dat ik ijs ging maken. Alleen, zonder dat ik iemand erbij had, had ik deze niet dicht gedaan. Die stond nog open, maar ik was lekker bezig en ik had er zin in. En ik gooi de smurf erin en ik druk de flash. Shit. Helemaal blauwe broek weggooien, alles helemaal weggooien. Echt? Het zat overal, was echt niet normaal. Wel leuk. Nou, mag deze omhoog getild en naar de rechterkant geschoven worden. En
En nu is hij zeg maar helemaal fris en schoon gespoeld. Nou is hij helemaal clean en klaar voor gebruik. Dan gaan we hem alleen nog naspoelen met gewoon water. En dan kunnen we beginnen. We hebben hier een kraantje. Nou, er komt echt een slap straaltje uit, om het zo maar te zeggen. Dus dan houden we ook de vinger erop. Zo. Oh, je hebt daar een putje? Ja. Daarom het lekker kliederen. Het maakt niet uit dat het nat wordt. Als er maar geen water bij de ijs komt. Dat is niet goed. Zo? Ja, perfect. Zal ik hem uitdraaien? Ja. Oh, net jammer weer. Net jammer weer. Slecht. Net jammer weer. Hangt in de lucht vandaag. Als het ijs maar goed is. Precies. Nou, en ga jij hem erin gooien? Nu gaan we gewoon nou, gaan we mijn combinatie in de machine en dan wordt het knolpauwijs. Ja. Oké. Okay. Als het allemaal goed gaat, en dan wel. Dus gewoon dit klepje omhoog en hier ingieten? Ja, nou dan mag je deze pakken, erin schenken en voordat je erin schenkt, op dit knopje drukken. Oké, okay, dus nu hierop drukken? Ja. En dan schenken? En dan schenken inderdaad. Nu erin schenken? Ja. Langzaam? Ja, zo is het goed. Ik vind het wel leuk hoor. Maar hoe lang doe je er zelf over om ijs te maken? Bijvoorbeeld stel voor vanille smaak is helemaal op en je moet het nieuw maken. Ja, dan ben je wel minimaal een half uur. Een half uur bezig voor één smaak? Ja, voor hoeveel kan gebruiken. En hoeveel smaken verkoop je? Ik heb er nu standaard 16 in de vitrine, maar die ga ik weer uitbreiden naar 20. Oké. En ik hoorde dat er weer 20 smaken op de vitrine staan. Nou, en dan gaat hij draaien. Dan is hij aan het draaien. Dan zie je dat. Is het nou nog, je hoort hem nou echt nog kloppen. Ja. Dat gaat straks weg. Kijk, als je het goed drukt, dan moet het. Zie je het gewoon dat het nog melk is. Ja. Nadat het hieruit komt, moet het daarin. Ja. En dan daarna? Daarna halen we hem eruit, zetten we hem weer op het plankje. Dan gaan we bedenken wat we willen met opmaken. Okay. En daarna laten we hem even daarin staan op min 20, zodat hij goed bevriest. En dan laten we hem even terugkomen tot min 16. Dat doen we voor. En dan gaan we proeven. Oké. Okay. Nou, we gaan ook een proef van als hij daaruit komt. Maar dan is het nog geen ijs. Oké. Okay. En hoe lang kan dit duren? Een kwartiertje. Okay. Dus we gaan koffie drinken. We kunnen koffie gaan drinken. We kunnen water gaan bakken. Eigenlijk is dit gewoon een soort van grote wasmachine voor ijs. Ja toch? Ja, ja toch? Ja, eigenlijk wel. Het is een trommel. En als deze begroot, gaan we de bank pakken uit de vriezer. Het is echt koud. We zetten hem neer. Zal ik de eerste voor hem eruit halen? Of ja. Zeg je van laat me gaan. Nou, eigenlijk wil ik het meteen doen. Ja, dat is ook goed. Kan het alleen maar fout gaan? Ik ben benieuwd. Het komt er wel met een gangetje uit. Oké, okay, wat moet ik doen? Deze gaat opzij. Ja. Wow! Dit is al ijs. Ja. Dan drukken we hierop en dan komen de slierten komen eruit. Oké, okay, dus je gaat op die knop drukken, ja, dan duwt hij het ijs eruit. Ja. En dan moet ik het gaan schrapen ofzo? Nee, je moet hem eigenlijk... Steek hem dood! Je moet hem eigenlijk zo erop scheppen en dan daarheen begeleiden. Want je wil de bak mooi opmaken en het ijs zo min mogelijk verpesten. Die beweging? Ja, zoiets scheppen. Het is echt een beetje koeken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Zie je Joey hier zo staan? Ja, alle van Suki, chocolade, ja. Mango, passievrucht, banaan. Ja, dat is echt zo. Ik praat de hele dag dan. Ja, dat is echt mooi. Klaar voor? Ja, je vindt het echt eng, hè? Ik zou hem wel vasthouden. Het is echt moeilijk. Deze vastpakken. Ja, het is echt moeilijk. Ja. Oké. Okay. Gaat best snel. Gaat het echt snel? Dat gaat best wel snel, inderdaad. Ja, ready? Ja. Oké, okay, go. Gewoon dit zo? Ja. Hoi. Kijk. Netjes, netjes. Ja. En dan er bovenop weer. Goed. Gaat het goed zo? Ja hoor, minder duwen, dat is ook goed. Oh, minder duwen? Ja, gewoon neer laten ploffen, zeg maar. Dat voel ik dan mooi. Ja. Dat moet ook leuk over zijn. Voor de mensen. Gaat het goed zo? Ja, gaat top. Heb je dat vaker gedaan, tevoren? Nee. Nee? Oké. Wat ben ik natuurlijk... Oh shit!
Ja, dat had je niet moeten zeggen, Joey. Nee. Dus in mijn eentje is het fout. Jongen. Nou, dan is hij wel bijna leeg. Mag je dat plukje er nog afschrapen? Top. Die weer dicht. Nice. Oh, dat was leuk. Ja, vond je het leuk? Ja, dat was leuk. Ja, ja, kijk dan wat ik heb gedaan. Kijk dan wat ik heb gedaan. Wauw. Ik ga even proeven of je hem lekker vindt. Kan ik hier zo vanaf proeven? Ja, hij gaat toch in de wasmachine, dus geen probleem. Ik vind het serieus echt fucking lekker. Echt, serieus. Ja man, ik ook. Ja, 100%. Dit is gewoon 100% de blueberry muffin die ik altijd eet bij de koffie. Alleen dan gewoon in ijs. Ja, echt. Zo is wel heel proeven. Tuurlijk. En weet je wat zo nice is? De smaak is zo lekker sterk. Maakt echt heel goed. Ja. Kunnen ze een bakje meenemen zo? Ja, 100%. Zo'n hele bak in de auto en dan... Ja. Kijk, we zorgen wel altijd wel mooi dat de randjes vrij en schoon zijn, om het zo maar te zeggen. Wat ik op een gegeven moment deed, dat drukken, dat moet je eigenlijk niet doen. Nee, ik vind... mooier als je het gewoon zo opvangt. Kijk, dan zie je een beetje die golven erin en die puntjes. En dat presenteert mooier als dat je die bak helemaal vlak maakt. Ja. Weet je, en dan scheppen we hem van achteraf. Dus eigenlijk moeten we hem zo presenteren vanaf die kant. Eigenlijk ja, zo. Dit ziet er wel echt mooi uit, hè? Ja, toch? Wow, ik ben echt trots. Goed man. Ja, serieus. Ja, dan mag je in de shop vriezen. Okay. Deurtje open, ijs erin, deurtje dicht. En dan zeggen we toch tot over 10 minuten. Nou, hij zei het al. Oké, even voor de duidelijkheid. Het ijs zien we over 10 minuten weer terug. Maar wij moeten nog steeds aan de slag. Het werk zit er niet op. We kunnen niet koffie gaan drinken en oh, dan zien we dat straks wel. Het apparaat moet even gespoeld worden. Ja, zetten we hem eerst uit. Dus weer hier op. Ja. Kijk, nou gaat hij stoppen met blijven koelen. Dan gaan we deze gewoon helemaal lekker. Dan moet de schoonspuiten van buiten eerst. Oké. Ook dit hier zo. Ook dat weer daar. Juist. Gaat ook wel vaak mis, dan schiet je vinger even weg. Wat zie je helemaal weer. Ja. Ja. Ben je iets te enthousiast met het mixen en dan sla je jezelf helemaal onder de dik. Oh, er zit nog ijs in, zonde. Ja. Ja. Dat is altijd zo. Best wel wat. Kan je er ook uitschrapen, maar daar heb je vaak kans dat daar wat hardere stukjes in zitten. Waardoor er bijvoorbeeld een kristalletje in kan komen. En dat is zonde van de smaak. Dat hoort niet in je ijs. Vind ik. Je hebt wel echt Pietje Precies, hè? Ja. Hij is echt Pietje Precies. Echt perfectionistisch. Alles top, schoon en... Nou, als ik het doe, wil ik het goed doen. Anders kun je het net zo goed niet doen. Zeg maar. Vind ik. En dat is niet altijd leuk hoor. Inderdaad, Boas, stop maar gewoon met YouTube. Nou oké, okay, doei. Nee. Boas, je moet filmen, kom terug. Dan gaan we even op de grond. Zetten we het bakje weer onder. Of ja, die pak hierop. Zet hem ook echt eronder. Nog draaien drukken. Zo. Kabam! Deze beetje. Het is een V12, hè? Heb je dat al goed op beeld? Goed shot ervan? Goed schaal gemaakt. Nice. Goeie zaak. Hoppa. En die zit erin. Yes. Nou, dat is hoe we een ijsje maken. Dan hebben we daar nog het een en ander liggen. Gooien we dit gewoon op de grond. Ja, dat is wel zonde, hè? Daar hadden we toch wel 3 scheppen bolletjes misschien voor kunnen maken. Ja, dat is wel waar. En dan, vind jij dat ik het doe? Ja, goed. Had ik niet verwacht. Nee? Nee. En dit afvoerputje dat loopt naar de zee hier? Nee, dat gaat naar de vetput. En die wordt één keer in dezelfde tijd wordt die meegezogen door een bedrijf. En dan is het allemaal klaar. Nice. Ja. Vet mooi. Nou is het even wachten op het ijsje. We zijn nu een beetje aan het discussiëren, want wat we nu dus, we hebben het nog geen eens geproefd hoor, het uiteindelijke eindresultaat. We zijn dus nu even een beetje aan het sparren heen en weer wat we nog eventueel kunnen doen. Want we zijn dus nu blueberry muffin ijs aan het maken op roombasis. Maar we zouden het eventueel ook nog op yoghurtbasis kunnen doen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat het doet met de smaak.
Dus daar zijn we een beetje over aan het nadenken. Maar daar gaan we achter komen. Bo was schrokken. Wat doe jij? We gaan het ijs eruit halen, mensen. Zoals jullie zien, dit is nu het ijs. Het ziet er eerlijk gezegd, vind ik, een beetje nog standaard saai uit. Dus dat gaan we nog een beetje opvrolijken, een beetje pimpen. Het is niet pimp my ride, maar pimp my eyes. Ja. En dan uiteindelijk is het natuurlijk een prachtig plaatje en ook nog eens lekker. Dat is natuurlijk de ideale combinatie. We willen niet dat het heel lekker is en dat het lelijk eruit ziet. Maar we willen ook niet dat het heel mooi eruit ziet en niet lekker is. Het moet gewoon een goede combinatie zijn. Dat is waar we voor gaan. Precies. Dus nu kunnen we hem opmaken zoals we willen. Opmaken. Zo wordt het wel heel veel werk, hè, elke keer. Ja. Worden ze ook niet bruin dan? Of omdat het zo koud blijft, blijft het wel mooi? Ja, omdat het bevriest, wordt het wel, blijft het wel goed, zeg maar. Dat is wel mooi. En mochten ze er niet uitzien, dan plukken we ze eraf en moeten we er nieuwe op. Zo zit het best ook weer. Ik vind het gewoon spannend, joh. Ja. En nu ziet het er al meteen wat leuker uit, toch? Ja. Maar dit is nog weinig, of? Ja, je mag doen wat jij erop wil doen. Het ziet er al wel een stuk beter uit. Ik vind het echt nice. Vind ik ook. 100%. Ik vind deze ijs nice. Nice ijs. En nu kunnen we eigenlijk die stukjes muffin gewoon een beetje zo op de grote klodders leggen. Ja, weet je wat ik echt nice zou vinden? Bam! Wat zuiver, netjes. Lekker toch? Helemaal top. Je krijgt daar wel trek van, zeg maar. Ja, ja. Besjes er nog overheen of zeg je van dat hoeft niet? Ik denk dat we de besjes achterwege moeten laten. Dan doen we dat. Dat denk ik echt. Ja, anders is het too much. Zo, even die finishing touch, hoor. Ja, nou zou ik niet zo mooi staan. Nou, zou ik hem hier weer even inzetten, dan wordt hij weer even goed koud. Dan hebben we het allemaal tijd om even op te schrijven op zijn plek te komen. En te blijven. Wat zie jij? Top. Wel dan. Nice. Ja, toch? Het is tijd, dames en heren, dat we het ijs eruit gaan halen. Inderdaad. Gaan we het dan meteen proeven? Dat vind ik goed. Ja? Oké, okay, ja. We gaan meteen proeven. Dit wordt echt een spannend moment. We pakken weer even gereedschap erbij. Zal ik hem open doen? Dat jij hem eruit haalt? Ja, is goed. Ja? Oké. Okay. Oké, daar gaat hij. Oh! Kijk eens heen. Oh, serieus? Dit ziet er zo nice uit. Echt wel. Ik krijg er trek van. Blueberry muffin, dames en heren. Ik ga even een flinke schep nemen. Kijk, mag ik even gaan opscheppen? Ga je gang. Gewoon zo en dan zo. Wat je wil. Ja, ja, dat wordt hem. Oké, dan wel even met een stukje blueberry erbij. Zo. Daar gaan we. Knijters. Hoe zeggen we dit? Dit wordt de smaak van het jaar. Ik ben benieuwd. Dit wordt de smaak van het seizoen, mensen. Nee, even serieus. Dit is zo lekker, hè. Man. Ik denk dat die room die we hebben toegevoegd, is denk ik echt perfect. Deze is heerlijk. Echt. En wat je zegt, proeven. Echt. De smaak is gewoon perfect. Ja. Dit, dames en heren, ik had dit niet verwacht. Ik weet niet of jij dat verwacht, maar dit is letterlijk het eerste bak ijs die we hebben gemaakt. Ja, echt. En ik ben het perfect. Ik ook. Ook helemaal gewoon niet verwacht. Nee, niet verwacht wel gebeurd. Ja. Fantastisch vet, man. Echt super nice. Echt goed. Je komt op het perfecte moment. Ja, wil je proeven? Ja, ja, lekker. Ja. Ik ben heel benieuwd. Kijk, ik heb niet met dezelfde lepel er weer in, daar heb je aan gelikt. Oké. Okay. Helemaal, hè? Nee, dat is heel koud. Even een stukje. Nou, dat was wel heel klein. Ja, maar ik ga dat niet afbijten. Hoezo niet? Je kan toch gewoon zo bijten? Nee, dat doet pijn aan mijn tanden. Echt? Mm-hmm. Dat doet pijn aan mijn tanden, heel gek. Ja, nee, ik kan het echt niet handelen, hoor. Nou, we moeten even een stukje eraf scheppen. Ja, heb je even... Kijk.
Even een klein stukje. Een klein, klein jongen. Kijk eens even. Ik ga dit ook niet innemen. Past wel. Het is koud, hè? Eerlijke mening, hè? Eerlijke mening. Oh. Koud. Koud, hè? Koud. Lekker. Ja. Ja? Wat voor saus zit er overheen? Wat is dat? Dat is draai. Ja, echt lekker. Ja, nee, echt serieus, dat had ik niet verwacht. Ja, maar is voor de eerste keer. Zie je, dat bedoel ik. Voor de eerste keer, dat is al helemaal gek. Het is de eerste keer, maar het is zo lekker. Maar heb je wel goed opgelet hoe ik dat room eroverheen deed? Ja? Oké. Ik hoop het. Nee, ik ga mijn best doen om het hetzelfde te Serieus. Echt zo nice. Goed. Echt super nice. Echt super nice. Ik ben meer dan tevreden. Ik ben dik tevreden. Super, ja, echt vet. Het is serieus een feit, dames en heren. Vanaf vandaag kan je serieus hier bij Joey's IJssalon onder nul in Limmen kan je knolpower ijs halen. Dit is het knolpower ijs wat je hier kan halen. Precies op mijn smaak. Precies de hoeveelheid ingrediënten die ik erin wilde zitten erin. Precies de smaak die ik wil hebben. Ga je proeven. Ik vind het knijters lekker. Dus mocht je in de buurt zijn. Of mocht je gewoon hier voorheen willen komen, dan kan dat. Vanaf vandaag. Vanaf 12 uur open. Tot hoe laat ben je open vandaag? 9 uur minimaal. 9 uur? Elke dag. Mooie weer, hoe later het wordt. Kijk eens aan. Nice. Ik ben echt heel erg tevreden. Ik ben echt super nice. Thanks, joh. Lekker. Echt heel nice. Echt heel nice. Graag gedaan. En wat vinden jullie ervan? Zal ik een keertje hierheen gaan om mijn eigen ijs te scheppen en te verkopen? Dat lijkt me ook wel heel erg lachen. Dus misschien ga ik dat ook nog doen. De winkel gaat nu open. En ik ga even voor Joey reclame maken. Godverdomme, nu ijs halen allemaal! Ijs halen, kom op! Hero, lekker saas! Je hebt geen marktkraam, hè? Ijs halen, kom maar! Twee halen, één betalen! Ik heb nog nooit ijs verkocht, ik weet nog niet hoe het moet. Ik denk niet zo. Wie wil lekker ijsje? Kom uit! Ik weet niet of Joey dat zo leuk vindt. Wie wil een lekker ijsje? Kom maar lekker ijsje halen. Wow. En weet je wat we eigenlijk even moeten doen? Even een paar mensen ijs laten proeven. Mijn eigen ijs. Ja, maar er zijn niet zoveel mensen nu. Zullen we gewoon random mensen aanspreken die langs fietsen? Ja, tuurlijk. Het is lekker weer, hè? Ja. Wauw. Wat film je? Ja, dat lekkere weer. Weet je wat we eerst even gaan doen? We gaan eerst proberen het grootste ijsje ooit te maken. Dus allemaal bolletjes op elkaar gestapeld. Waar doe je deze altijd in? Boven in die eikenboom. Er zit een gat. Boven in de eikenboom? Dat meen je niet. Holy shit. Hij doet hem hier gewoon in zo. Wel creatief. Oh, dat is wel nice, hè? Ijs. Ik weet niet waarom ik zo doe. Je mag op het hoekje niet eens. Hallo. Ja, dat is handig zo. Van midden op het fietspad. Kunnen ze er niet omheen. Nee, hier is ijs. Moet gewoon ijs halen. We blokkeren de hele weg gewoon. Ze moeten gewoon ijs halen. Kan ook nooit normaal gaan, hè? Zo, nu moeten ze wel ijs halen. Niemand komt hier nog langs. Je moet eerst naar binnen en dan daarna kan je er aan de andere kant weer uit. Hallo mevrouw. Wilt u een gratis ijsje proeven? Nee, dank u. Heeft u geen zin in ijs? Nee, ik ga. Houdt u niet erg, van ijs? Erg, hè? Nou, gauw door, fietsen dan. Nee hoor, fijne dag mevrouw. Doeg. Die mevrouw houdt niet van ijs. Hoe kan dat nou dan? Die heeft vast nog nooit knolpauw ijs gehad. Oké, ik denk dat ik een bord ga weghalen, want mensen zijn niet zo blij. Nee. En waar moet deze? Die
mag kijken op het hoekje bij die voorbij dat hek. Bij dat hek? Ja. Hop, kaas. Ik heb iemand gevonden en die gaat een ijs proeven. En jullie kunnen allemaal wel raden wat voor ijs. Met zo'n gezicht erbij was dat heel raar. Jullie kunnen allemaal wel raden wat voor ijs. Moet even wachten op Joey. Het is gewoon doodgevroren. Het wordt gewoon een stuk gevroren omdat je de koelbestand nog deze hebt. Zo, hij heeft gewoon geen gevoel meer in zijn vingers. Ouch, hoor. Dat is echt, ik heb ook niet normaal. Ik heb nog wel gevoel in mijn vingers. Ja, hou eens zo. Zal ik je wat leuks vertellen dan? Ik heb knollenpauwer ijs gemaakt. Wil je eentje proeven? Ja. Dan krijg je die van mij, ja? Kijk, we hebben iemand die wil even knolpauwer ijs proeven. Nou, dan pakken we toch een lepel. Vers gemaakt. Zet hem neer. Ik heb dit nog nooit gedaan. Wil je een hoorntje of een bakje scheppen? Wil je een hoorntje? Kom, wil je een hoorntje of een bakje, vriend? Een bakje. Een bakje? Ja. Nou, je krijgt geen hoorntje, je krijgt een bakje. Oké, zal ik het even voor jou erin doen? Ja. Ik heb dit nog nooit gedaan, hoor. Krijg jij de eerste, hè? Dit is de allereerste. Kijk eens even, joh. Ziet dat er goed uit? Ja. Hier, lepeltje erbij. Lepeltje erbij. En laten we straks maar even weten hoe het is, ja? Alsjeblieft. Dank je wel. Zo, netjes opgevoed, hè. Dank je wel. Ik heb nog een liefhebber voor een ijsje. Die wil er ook een ijsje. Ja, mag nog. Wil je een hoorntje of een bakje? Een hoorntje. Een hoorntje. Kijk, die heb ik daar staan. Kijk, ik hoor je. Een hoorntje. Niet lukte niet helemaal, hè? Nee, die grap was heel slecht. Heel slecht. Ja, top. Hoornetje mee. Zo. Zo. Oh. Beetje te hard geduwd. Zo. Zo. Zie je niks van. Kijk. Netjes, man. Ja. Oh, oké. Okay. Zei het? Dat is geheim. Wat moet je pieken? Het is voornamelijk blueberry muffin. Ja. Maar laat me even weten wat je ervan vindt straks, goed? Ja. Oké, okay, spreek ik je zo weer. Ja. Ga maar genieten in de zon. Ja, ga ik doen. Alsjeblieft. Lekker zitten. Hier maakt iedereen blij, dat is toch fantastisch? Ja, dat is wel leuk. Ja. Mensen komen hier natuurlijk heen voor lekker ijs eten, dus die zijn sowieso al blij. Ja. Dus dat is wel echt leuk. Dames en heren, zijn jullie klaar voor het grootste ijsje wat ik ooit ga maken? Ik ben benieuwd. Hoeveel bonnetjes denk je dat me gaat lukken? Op 6? Zo'n hoortje. Oeh, 5? 5. 5 moet je wel lukken. Oké, dan gaan we. Alleen je moet uitkijken, want als je te hard duwt, duw je het hoortje kapot. Ja, dat is zeker waar. Ja. Oké, okay, als eerste pakken we een banaan. Zo, dat is een goeie. Dat is een goeie, daar zit een luchtbelletje in. Zeg nou dat het goed is. Hij is goed. Pakken we nu een aardbei. Goedemiddag, wat mag ik voor u doen? Oh, wat is dit? Mango? Mango, ja. Zo. Niet hard. Op een hoorntje of een bakje. Je bent zo'n mini stuk. Nice. Dat is 3. 3. Nog 2 te gaan. Pakken we citroen. Dat is 4. Ja, hij staat al wel een klein beetje rijp, maar... Wordt dan een beetje toe op een pizza. Pizza? Pizza. Pakken we karamel. Ja, gaat goed, Joey. Dat was hem. Oeh, die rolde er wel lekker in, hè? Het is best wel moeilijk om ijs te scheppen, hoor. Serieus. Bonnetje oh ja. Dat is 5. 5 bolletjes. Maar hij ziet er nu op zich nog best wel oké uit. Ja. Pakken we nu pistache. Dit wordt echt lastig. Ja? Ja, dit is 6, hè? Oh, het zit allemaal gaten in het ijs hier, zo zie je dat. Oh, je kan er gewoon helemaal doorheen kijken. Ja. Cool, hè? En dan pakken we cheesecake. Lekker ijsje zo. 6 waren het in totaal.
Wat heb jij gehad, de meeste bolletjes? Ik heb het echt nog nooit geprobeerd als ik heel eerlijk ben. Maar hoe wij onze bolletjes scheppen, vind ik 3 al heel moeilijk. Ik heb ook een keer gehad dat hij dan omvalt. Echt? Ja. Nou, natuurtalent jij. Nou, doe ik het niet slecht, toch? Is het lekker ook zo in je hand? Nee. Toen was dat achteraf. Kijk. Hoppakee. Zo kan ook, hè? Ja. Zo. Oh, knijtjes, is citroengek. Zo! Maar is het nog een partijtje zuur? Dus even een likje helemaal rondom, kijk hoe alles bij elkaar is. Ja, lekker hoor. Het is wel knap hoe het blijft zitten eigenlijk. Ja. Ja, waarom schep je nu het altijd gewoon met je hand op? Dat werkt veel beter. Ja, gewoon een beetje zo, een beetje goed aandrukken. Ja. Zo. Mensen vinden dat heel lekker. Gadverdamme. Kijk, weet je, alle ijs. Kijk. Dit is perfect zo. Dat is gewoon 1 bolletje ijs. En wil je hem liggen ijsje? Wie wil hem liggen ijsje? Ook nog lekker doorlikken. Oh, hij zit een beetje scheef ook. Oh, mijn hand doet pijn, jongen. Dat vriest erop. Wil je een doekje? Ja. Oh. Ah, wat lekker. Zal ik hem Joey eens laten zien? Ja, even proeven. Joey! Ja. Wil je proeven? Ja hoor. Kijk dan. Wat is het allemaal? Van alles wat? Het is 1 bol. Goeie, hè? Ja, lekker. Weet je hoe het smaakt? Hoe heet het? Weet je hoe ik hem heb gemaakt? Nee. Laat het nog even zien. Gewoon zo? Nee. Hoe dan? Ik denk gewoon zo. Beetje kneden zo. Nou, uiteindelijk dan glad strijken op het einde. Je hebt wel je handen gewassen toch? Net ja, kijk, ja, heb je een mooi bolletje. Dat is mooi. Ja, goed hè? Wel lekker. Ja. Smaakt lekker allemaal bij elkaar. Oh. Zo, deze gaan we niet zo verkopen. Die doen we weg. Ja. En ik laat het graag weer over aan de professionals. Maar wij kunnen ons dus even naar reviews van je ijsje gaan vragen. Ja, inderdaad, gaan we doen. Hé, heb je het ijsje helemaal op? Nee. Ja. Heb je het niet helemaal op? Vond je hem wel lekker? Vond je hem lekker? Is hij goed gekeurd? High five. Eerlijk ijs. Vond je het lekker? Ja, ik proefde echt die bij Muffin heel lekker. Dus hij is goed gekeurd? Ja, zeker weten. Hoppakee. Ja. Goed gekeurd. Hoe fijn is dat? Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Een fijne dag nog. Succes. Ja. Oké, dankjewel. Oké, doei. Doei. Nice hoor. 2 van de 2. 2 van de 2 vond hem lekker. Ik zou zeggen oordeel zelf. Ik presenteer hem. Oké. Kijk eens aan. Ik ben hem even. Wel stoer. Nou. Ja. Nou, doet u mij maar een bol. Stoer, hè? Zie. Nou, zeker. Stoer. Nou, deze knol regelt voor u een lekkere bol. Nou, gaan we even een lekkere bol regelen. Wilt u het in een bakje of in een hoorntje? Ik wil graag een kinderhoorntje, want ik hou niet van bakjes. Een kinderhoorntje? Ja. Die hebben we ook. Dan gaan we even een goede bol maken. Kijk eens even. Ah, je krijgt er handigheid in. Gaat goed. Ja, toch? Kijk, een mooi roze lepeltje voor meneer. Kijk, heel goed. Super, dank je. Alsjeblieft. En dan hebben we hier een kinderhoorntje. Ja. Kijk eens aan. Meneer Knol. Alsjeblieft. Schept een goede bol. Nou, dank je wel. Ik moet zeggen. Ja, als ik het niet goed doe, dan geeft Joey een klap op mijn hol. Dus, En hij slaat hard. Ja, wat vinden we ervan? Nou, hallo. Echt goed? Ja, ik vind het spook ook lekker doorheen. Die muffin. Kijk. Heerlijk. Die baai is een ding. Ja. Ja. Dat zijn goede berichten. Dat is echt lekker. Ik proef van alles. Kijk. Nou. Het moet niet te simpel wezen, hè? Nee. Lekker. Ja. Ik keur hem goed. Mooi. Dat super. Ja. Maar heb je ook iemand van de komen? Nou, goed gedaan en is ook weer trots op je. Nou, dankjewel. Nou, 4 van de 4. Als ik dat hoor van de ouders van Joey, nou dan moet het goed zitten. Helemaal goed. Jongen, ik ben echt trots. Ik ben tevreden. Ik ben echt benieuwd wat het gaat doen hier ook, die knolpauwijs. We gaan het zien. Ondertussen is de ijssalon open. Er staan allemaal mensen te bestellen en die zitten buiten lekker in het zonnetje. Maar Joey die staat hier achter en die gaat nu eventjes laten zien hoe het echt moet. Yes. Kijk, de professional aan het werk. Het gaat ook allemaal veel sneller. Nou, daar komt hij. Let op hoor.
Oh, mooi geleidelijk in het hoekie. Dan de volgende in het hoekie. Ja, je krijgt er een handigheidje in hoor, naar de zoveelste bak die je maakt, zeg maar. Kijk eens even. Ja, het is echt begeleiden en niet duwen, want dat deed jij. Jij deed echt... Ja. Fuck, klits, klits, klits. Ja, dat deed ik, ja. Ja, het is leuk als je hem gewoon zo natuurlijk mogelijk opvangt. Ja. Je presenteert leuk en de achterkant mag plat, want dat schept makkelijker en dat zien de mensen niet. Dus dat is voor ons het gemak. Ja, dit ziet er super uit, joh. En wat voor smaak is dit? Dit is yoghurt en Marina kers. Weet je, boeit me eigenlijk helemaal niks. Nee. Want knolpauwijs willen we gewoon hebben. Ja, dat snap ik ook. Dat is zeker waar. Dit is ook gewoon echt heel lekker. Nee, gekheid. Dit was, sorry, wat voor smaak zei je? Yoghurt en Marina kers. Dat yoghurt en Marina kers. Ja. En een Marina kers, dat is gewoon een lekkere zoete kers. Ja. En dat gaat heel goed samen met yoghurt. Oké. Okay. Ik heb heel veel mensen die... vinden hem ook echt heel lekker. Die komen speciaal voor dat ijs naar hier. Weet je wel, en als je hem dan niet hebt, ja, dan heb je best wel een boze blik af en toe. Ja. Zeg maar. Oké. Het is even tijd om dit te proeven. Zo, dat is een mega groot verschil of het op roombasis is of yoghurtbasis. Zuurder dit, of niet? Ja, ja. Njam, 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 njam. Wil je een stukje proeven? Zo, je merkt inderdaad echt het verschil. Zo. 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 Wat zullen we nou krijgen? Wat zullen we nou krijgen? Maar knolpauw is lekkerder. Kijk, dat wilde ik horen. Ik zat achter de camera. Zeg het, zeg het. Nee, maar dit is ook wel lekker inderdaad. Ja, hè? Wel lekker inderdaad. Ja. Dat is meer een beetje verfrissend. Ja. Dit is ook een optie. Ja, ik zou er zelf niet voor kiezen, maar het is ook een optie. Het is wel echt lekker dit. Kijk eens even wat hier gebeurt. We gaan in één keer uit het niets. Zo, dit heb jij vast vaker gedaan. Ja. We gaan even een wafel maken. Heel satisfying. Zo, dit ziet er echt goed uit, ja. Oh, non de ju. Oh. Zo, we gaan nog wat rijzen. Dan gaan we ze wel allemaal met elkaar verbinden. Kijk eens aan. Oh, hij draait ook. Ja, dat kan zeker. Oh ja, want dan kan je hem daarna kan je hem gewoon zo omdraaien. Gaat hij het doen? Dat is de vraag. Want het eerste van de dag, dat is altijd een ding. Ja, die mislukt meestal. Meestal, net als een pannenkoekje. Ja, precies. Ja, of net als Boas. Ik ben helemaal niet de eerste. Oh. Maar wel mezelf. Nee hoor, we love you Boas, we all love you. Zie je nou, zie je hem open poppen en dan zie je het nou, hij gaat gevuld. Dus dat is top. De eerste gaat goed komen. Nou, en zo, ja, de tweede? Ja. Moet ik hem doen? Je hoort hem ook echt sissen als het erin komt. Nou, dan... Nu een beetje glad strijken. Yes. Dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn. Nou, je hebt volgens mij wel iets meer in dan... ja, dat ga je zo wel zien wat er gebeurt. Dicht. Ja, doe maar dicht. En dan even wachten. Oh. Kijk. Oh ja, het stroomt bij mij een beetje uit. Doe je hem dicht en klap je hem om. Naar rechts. Dicht? Ja. Klap hem om naar rechts? Naar rechts. Yeah. En dan laat je hem gewoon los. Kijk, dat is een beetje... Als je veel doet, krijg je een soort vulkaaneffect. Ja, ik heb dat wel echt te veel gedaan. Gebeurde mij ook in het begin zo vaak. En dan denk je, shit, hoe kan dat nou? En dan op een gegeven moment heb je de slag te pakken en dan gaat het achter elkaar door. Op een gegeven moment heb je de slag te pakken, hoor hem ook. Ja, goed. Mooi, hè? Ja, en dan af en toe even kijken. Nou, hij is nog niet goed. Nee, hij zet het wekkertje dus. Twee minuutjes, even wat langer. Lekker, maar je ruikt ook wanneer die klaar is. Ja. Nou, en dan kan je bedenken van, hé, ik wil dit en dat erop. Bijvoorbeeld fruit, banaantjes of wil je juist koek en chocolade, ongezonde varianten zijn ook allemaal. Net gezonde wat je variant. Gezond? Ja. Fruit, daar heb ik wel zin in. Nou, dan pak ik. In wat? Druiven? Fruit, zei ik. Fruit. Hoe pel jij altijd een banaan? Hoe ik een banaan pel? Oh, wel via daar. Zo hoor. Ja, goeie. Goeie. Ja? Ja. Hoe doe jij het dan? Ja, ook zo. Jawel. Maar heel veel mensen doen hem bij het steeltje, zeg maar. Oh, echt? Bij de achterkant is veel makkelijker. Ja. Ja. Kijk, zo, die ziet er goed uit. Kijk, en zo is hij klaar. Show way! Nou, dan pakken we een spatula. Nou, zie je, de eerste mislukt altijd. Dat zal je altijd zien, hè? Nou, geef hem niet op.
zo verbrand je zo vaak je klauw, dat is echt niet fijn. Nee, je voelt toch niks meer. Nee, ja, warmte wel, klauw niet. Kijk, zo. Dan heb je een bubbelwafel. Een bubbelwafel. Bubbelwafel. Dan leg je hem op het bord. Zou je hem even een paar keer daarop en dan... Ja, even desinfecteren. Hoe is het met jouw wafel? Ja joh, ik kan nog wel even. Ja? Ja joh. Belletje is wel gegaan. Wat, hier kunnen we gewoon onze eigen wafel maken. Ja, wat jij wil. Ja, normaal voor de mensen doe ik het, maar jullie mogen het zelf doen inderdaad. Dat klopt. Kijk ja. Even. Nou. Oh, en zo, kijk eens. Hij is nog wel mooi geworden. Hoppakee. Kijk, die van jou gaat in één keer eraf. Dat is top. Hoppa. Kijk eens heen. Zo doen we dat, mijn jong. Hartstikke idee. Zo. Nou, dan moet het er even... Mag je per wafel van 2 bolletjes ijs en dan lekker een toef slagroom, chocoladesaus, aardbeiensaus, karamelsaus heb ik. En dan lekker je fruit erop. Gewoon, oh, moet eerst ijs? Ik zou eerst je ijs doen, dan kun je daarna ook je fruit er bovenop gooien. En wat voor ijs doen we erop? Yoghurt? Kan dat? Heb je alleen yoghurt? Boerenyoghurt heb ik niet, nee. Heb je iets van yoghurt, kers? Yoghurt, kers heb ik. Mag dat erop? Tuurlijk. Wil jij ijs pakken? Ja. A few moments later. Kom ook even voor de winkel. Dirk! Oh, holy moly! Dit ziet er nice uit. Thanks man. Alsjeblieft. Oh, hier gaan we van genieten. Joey! Ja. Waar ben je? Hier. Ik ga er vandoor. Is goed, snap ik. Top man, het was echt goud. Ja, het was echt super. Heel erg bedankt, niet alleen voor het knolpauwen ijs maken. Met hulp daarvan, maar ook dat ik gewoon alles mocht filmen. Alles achter de schermen mocht laten zien. Ja. Vind ik echt serieus tof. En er komt echt... Knijt is veel werk kijken bij een bak ijs. Dat heb ik nu al meegekregen. Ja. Dus daar heb ik echt uitermate respect voor. Dus top, dankjewel. Leuk, super. Ik heb gelachen. Ik heb genoten. Mooi zo. Was, top. En dat is ook belangrijk. Het ijs is zeker weten goed gelukt. Ja. Dus nogmaals, wil je knolpauwijs proeven, dan ken je dat hier. Bij deze. Hoppakee. Wat zeiden jullie? Volgens mij hoorden jullie het niet. Oh, ze zeiden flipcheck. Oh. Oh. Later! Wat we nu gaan doen, nu we klaar zijn met het ijs maken, gaan we naar Eindhoven. Dat is serieus helemaal de andere kant op. Dat is 2 uurtjes rijden. En dan gaan we daar ook iets heel erg leuks doen voor jullie. Ik ga namelijk dat straks aan jullie laten zien. Ja, goed hè. We gaan eerst even iemand ophalen. Die woont daar ook in de buurt. Oh, kijk wat we daar hebben. Daar had ik het laatst over. Miami Blue. Oh, harder Boas, harder. File rijden. Het is echt heel veel oud rijden ook vandaag. Maar die is zo nice. Die is echt zo episch. Jongen, het lijkt wel alsof we gewoon op vakantie gaan, man. Oh, we zitten zo lang in die auto, man. Volgens mij zijn we wel in Frankrijk, want het is lekker weer. Hey, serieus, ik heb echt het gevoel alsof we al 5 uur naar het buitenland rijden. Ja. Ik was ook gewoon binnen 10 seconden in slaap gevallen. Met mijn mond open, denk ik. Ja, ja. Oké, okay, nog 20 minuten rijden als het goed is. En dan zijn we er. Shall we? Even wisselen. Yep. Wel lekker gereden, pik. Lekker. Mag wel wat eerder remmen, maar voor de rest... Yay, we zijn er. Holy moly. We hebben het echt belachelijk lang over gedaan. Holy moly. Schrikken, dus toen liep ik heel chill. Verdomme. Sorry Boas. Ja, daarvoor zei ik sorry, niet omdat ik je liet schrikken hoor. Dat, Thijs, maat. Hey maat, gaat ook goed? Stage. Ja, ik ben weer stage aan het lopen. Thijs is weer terug. Boas wat... gaat werken dus. Oh. Ondertussen heb ik al wel redelijk wat stagiaires gehad. Ik heb Enzo Vriezer gehad. Boas is nu bezig. Daarvoor heb ik ook Thijs bij mij gehad als stage. We zijn nu de agenda aan het doornemen. De knolpauwagenda die eraan komt. Wordt echt een super vette agenda. We hebben hier al allemaal proefjes en zo. Dat ziet er echt super nice uit. Hier ook allemaal. Dus dat zijn we een beetje aan het verbeteren. En gewoon eigenlijk aan het oppimpen. Maar dat wordt echt heel erg vet. Ja, Thijs heeft er ook bij geholpen. Dus dat is echt nice. Dat is hij sowieso sick. En straks ga ik nog wat anders doen. Maar eerst nog eventjes verder met
De overige, ik denk, 15 pagina's nog of zo. Zoals jullie zien heb ik hier voor mij liggen Knolpower strandsetjes. Er zijn er niet heel veel meer. Dus ik dacht, ik gooi even een leuke actie voor jullie, naar jullie toe. Het is namelijk zo dat ik op elk van zo'n strandtennis setje ga ik met een permanent marker ga ik mijn handtekening zetten. Dus mochten jullie belang hebben bij een strandsetje voor het mooie weer wat eraan komt of wat er nu al is, dan zou ik zeggen check knolpower.nl en daar ga je deze strandtennis setjes vinden. Sowieso, de laatste stuks, op is op, zit een handtekening van mij op. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je dat checken. En dat is niet het enige, want ik heb knolpowerballen. Ik denk dat de meesten het ondertussen wel weten, want de laatste tijd doe ik een crossbar challenge tegen al 4 verschillende tegenstanders. Ik heb ze allemaal gewonnen. Yes, komt natuurlijk door de knolpowerballen. Maar nu wil ik jullie bedanken, omdat er zo ontzettend veel knolpowerballen worden besteld. Omdat het mooi weer wordt, is en iedereen is bezig met hun eigen sport. Heel veel voetballen. Dus de knolpowerbal wil ik daarom even oppimpen met een handtekening van mij. Dus ik zet op in totaal 150 ballen zet ik een handtekening. En dat zijn 100 van deze en 50 van die andere. Kan je dus checken op knolpower.nl. Nu zijn we een dreamteam, want Boas staat aan het filmen. Ik zet de handtekening. En dan doen we even dit. Zullen we dit even opnieuw doen? Dan doen we dit even opnieuw. En dan zijn we een dreamteam, want Boas is aan het filmen. Ik zet de handtekening en weet je, ik zet gewoon een nieuwe handtekening. Ik lag een handtekening, ja. Komt ie. Ik zal mijn achterkoppen, dat top. Boas, jij doet het tenminste goed. Jij hebt een betere schrift. Dit is een mooie handtekening. Dit is echt een hele mooie. Als dit niet wordt, dan ga ik naar huis. Ja, ga naar huis. Telt. Weet je, zo net deden we het zonder camera, toen ging het in één keer goed. Ja? Ja. Oh, hey! Oh, lekker hoor. Nou, en dat nog 150 keer. Wat een lange avond. Straks kunnen er geen bestellingen meer uit. Dan komt veel te kapot. Ja, de achter staan. Kom maar, dit is makkelijk. De achter? Ja. Weet je het zeker? Moet je misschien even de kar een halve klaar. Oké. Nee, okay. bijna. Zal ik het nog wat mooier maken? Wow, de printer gaat opeens aan. Thijs, wat heb je gedaan? Bestellingen komen binnen, zie je? Die vallen. Wordt er nou serieus besteld? Ja, er staat een nummer bij. Echt? Zullen we het nummer gaan bellen? Ja. Oké, die achter. Edwin. Hey, Edwin oh! Neef. Oei. Hey, Edwin Neef. Dit is Edwin Neef. Edwin, een nummer. We gaan hem bellen. Dit is maar, echt goud. Ja, dit is toch goud. Geniaal. Er komt gewoon bestelling binnen, hè? Dit is super. Het is 10:10 in de avond. Hallo, met Enzo Knol. En wie? Met Enzo Knol. Hi, hallo. Hey, ik zie dat jij een supermooi bril, zonnebril camouflage kindermaat hebt besteld. Ja. Die is voor je zoon, of? Ja, die is voor mijn zoon. Is je zoon er ook? Ja, ik leg in zijn bed. Oh, die is aan het slapen. Ja, maar zou ik hem even roepen dan? Ja, gewoon wakker maken. Blijf even hangen dan. Maar hij weet het niet hoor, want dit is eigenlijk voor zijn verjaardag. Oh, oké. Dan, wanneer is hij jarig? 4 juni. 4 juni? Ja. Oh, kijk, ja. Wacht even, maar ik ga hem even wakker maken, momentje. Ga hem gewoon wakker maken, hoor. Ik weet niet wie dat is, moet je me even vragen. Hallo? Hey, hallo, Jesse? Hallo? Hallo, met Enzo Knol? Hallo. Ik moet even wakker worden, hoor. Hoe gaat het, Jesse? Goed? Ja. Kijk, dat is fijn om te horen. Vind je het niet erg dat ik je wakker heb gemaakt? Oké. Dat is fijn om te horen in ieder geval. Jij lag al lekker in dromenland. Nee, ik was nog wel even wakker. Oh, jij zei gewoon tegen je vader dat je aan het slapen was, maar je was stiekem gewoon mijn video's aan het kijken. Nee, ik heb mijn iPad niet bij me. Oh, die iPad moest je inleveren zeker bij je vader. Ja, niet beneden.
Oké, okay, nou Jesse, ik kan je vertellen dat hou de vlog goed in de gaten, want dan zit jij in de vlog en dan krijg je binnenkort een verrassing, goed? Ja. Oké. Okay. En ik weet dat je 4 juni jarig bent, dus alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft, slaap lekker voor straks. Dankjewel. Doeg! Alsof hij zo meteen nog kan slapen. Geniaal. Dit is dan denken als je wakker wordt gebeld. En yo, met Enzo. Maar weet je hoe gauw die vader ook... Ja, die ligt te slapen. En dan... Oh, en we gaan wakker maken. Wat? Oké. Okay. Nou, deze ga ik persoonlijk inpakken voor je, Jesse. Maar je weet nog niet dat je hem krijgt, oké? Okay? Voor 4 juli. Dus niks zeggen dat je dit hebt gezien. Kijk eens even. Nou, die wordt morgen, ik leg hem hier alvast klaar neer. Zo. Die wordt morgen als eerste wordt die, ingepakt en verstuurd. Ik ga weer verder met handtekeningen. Dat is mijn stift, helemaal van mijn apropos. Maar dat komt goed. En we gaan hem even wat mooier maken. Komt ie, hè? Kom op, Thijs. Komt ie. Oh! Bijna zelf. De handtekening zetten. Jij hebt de winkel. Oh! Heel sick. Maar dit is ook gewoon leuk om te doen. Ik bedoel, die handtekening zet ik graag voor jullie en dan gewoon zelf een beetje op Kobe. Oh! Lekker hoor. En weet je wat ook echt sick is? Als je dan zo'n mooie handtekening zet en dan zo Kobe. Yeah. Oh, zo groot. Net niet, hè? Thijs, die stelt me wel een beetje teleur. Hij moet gewoon stilstaan, hij heeft meteen mijn hoofd aangehoord. Ja, jij moet gewoon beter gooien en zo. Oh, is dat? Dan laat ik zo weer staan. Oké, okay, kijk hem, hè. Ja, dat gaat mooi goed, maat. Hier, kijk, let op, hè. Ah, nog een keer, nog een keer. Ik kan het niet op de show. Ja, oké, okay, film hem, film hem. Dit ziet er echt dom uit. Ja. Let op, let op. Ja. Dat gaat niet de hele tijd doen, let op. Nou, nee, wacht, die moet lukken, Thijs. Die moet lukken. Nou, ze hebben toch al 10 ballen gedaan, hè? Ja, toch? Het wordt een hele lange avond. Oh, shit! Dat doet ook nog best veel pijn volgens mij, of niet? Ja, dat doet geen pijn. Nee, weet je wat nog wel echt een hele mooie is om het een keer goed te hebben? Oh, deze. Oh. Close. Ja! Wat een lul ben jij! Ik mag opnieuw, dat was de laatste, of niet? Oh nee, niet. De laatste, we moeten rond met 50, hè? Echt? Ja! Goh! Dat heb je niet gezien, hè? Oh! 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 Bijna op de computer. Ik moet iets verder gooien. Kijk dit. Let op. Even denken, jullie kunnen ons. Hier komt ie. Hij trapt tegen. Hey, hij doet het. Hey. Waarom doe ik dit dan wel in één keer? Ja, gek hè. Zo moet dat, Thijs. En we gaan weer verder. Ik kan jullie even een update geven. In de tussentijd zijn er een paar bestellingen binnengekomen. 1, 2, 3, 4. Dus even kijken. Ja, eigenlijk wil ik ze allemaal bellen. Zal ik ze gewoon allemaal afbellen? Of eigenlijk eentje? Of allemaal? Je zit een beetje in dubio met jezelf, hè? Ja, ik wil allemaal bellen. Maar ik heb nog maar 2% batterij van mijn camera en die valt bijna uit. Oké, we gaan even deze bellen. 1%.
Hallo, goedenavond. Ik kan uw oproep niet beantwoorden. Silvino, de pet komt jouw kant op, maar er wordt niet opgenomen. We gaan naar de volgende, naar Jur. Met Anna. Hallo, goedenavond Anna, met Enzo Knol. Hallo. Hallo. Kan het kloppen dat u net een hoodie outline heeft besteld? Ja, dat klopt. Ja, ik zie dat u daar één van heeft besteld, een extra smal. Ja, inderdaad. Die, mijn zoon. Ja. Ja, die kunt u alleen per 10 bestellen. Oh, oké. Okay. Oh, dat heb ik helemaal niet doorgehad. Ja. Oké, okay. Nee, dan houdt het op. Want hij wil er één voor zijn verjaardag. Ja, dat heb ik geen 10 nodig. Oh echt, de hoodie outline geel extra smal wilde die. En wat is de naam van uw zoon? Jur. Ja. Oké, okay, nou weet je, zal ik er dan een extra smal t-shirt bij doen en dan mag je hem van mij gewoon per 1 bestellen. Dan krijg je van mij een t-shirt gratis erbij, omdat hij jarig is. Nou, dat is super. Helemaal leuk. Want ik zit een klein beetje de gek met u aan te steken. Natuurlijk kunt u er eentje bestellen, dus die wordt helemaal voor u geregeld. Maar omdat het zijn verjaardag is, doe ik er een geel t-shirt bij. Nou, hij is helemaal blij. Wat super. Helemaal goed. Leuk. Wilt u de groetjes doen van mij aan hem en hem feliciteren? Ja, hij is niet thuis. Anders had hij het wel even willen horen natuurlijk. Oh, vindt u het anders goed als ik een stukje opneem voor de vlog, dat hij dat dan kan terugkijken in de vlog? Ja, dat mag. Ja, is dat helemaal oké? Okay? Ja, dat is helemaal oké. Wanneer is Jur jarig? 7 juni is Jur jarig. Dan ga ik nu even een stukje opnemen voor de vlog, komt ie? Jur? Ja, helemaal goed. 7 juni ben je jarig. Gefeliciteerd met je verjaardag. Je krijgt van mij een t-shirt erbij, geel outline. Wees lief voor je moeder, want ze klinkt echt heel aardig. Nou, super, dankjewel. En volgens mij is het ook een hele knappe vrouw. Nou, dankjewel. Komt helemaal goed. Oké, okay, slaap lekker. Hij gaat helemaal blij worden, dankjewel. Alsjeblieft, doeg. Kom met me mee. Dan pakken we deze even ertussen uit. Kom met me mee. Kijk eens even. Geel, geel, geel. Angry Birds, hè? Chuck, chuck. Waar is die andere geel? Die is daar gelopen. Ja, kijk, hier weet ik gewoon, hè. Geel, extra smal. Kan niet iedereen gewoon één maat dragen? extra smal. Dat is XS, toch? Ja. Kijk. Hoppakee. Jur, deze is speciaal voor jou. Je bent een dag jarig voor mij, 7 juni. Dus nogmaals alvast gefeliciteerd. Ik weet niet waar ik heen moet kijken. Nee, ja, voor als deze uitvalt dan. Ah, oké. Okay. Ja, Boas die zit te filmen met zijn telefoon boven de vlogcamera. Dus ik zit echt zo van... Ja, voor als die uitvalt, dan kunnen we altijd doorgaan. Deze wordt geregeld. Krijg je van mij, Jur. Je bent een baas. Dankjewel. En wees lief voor je moeder, serieus. Volgens mij was je dat al, maar... Ik heb er nog 2. Mooi, hè, dat die vrouw gewoon geloofde. Oh, per 10. Oh, ja. Dat had ik helemaal niet gezien. Oh, wat lullig. Oké, nu ga ik Quint Gang bellen. Hallo? Hallo, goedenavond met Enzo Knol. Sorry? Hallo, goedenavond met Enzo Knol. Hallo. Kan het kloppen dat u een hoodie outline heeft besteld? Ja, klopt. Is dat voor uw zoon of dochter? Is voor mijn nichtje. Oh, voor je nichtje. Oh, dus die is helaas niet aanwezig nu. Jawel. Oh, die is er wel. Wil je haar even spreken? Ja, ik wil haar even spreken. Hey, hallo, goedenavond met Enzo Knol. Alles goed? Ja. Ja? Kijk je mijn video's? Ja. Kijk, dat is super, super fijn om te horen. Nou, er komt een heel leuk pakketje jouw kant op. Ja. Ja? Ze is heel blij. Ze is heel blij. Nou, dat is super goed om te horen. Ik wilde je bij deze eventjes bedanken dat je altijd kijkt naar mijn video's. En er komt iets heel leuks je kant op. En ik zie je snel weer bij een nieuwe video, goed? Ja. Oké, okay, slaap lekker, doei. Ja. Doei, doei. Zo, dan hebben we nog eentje te gaan. Zo, deze heeft een strandtennis set en 2 paar sokken. Oké. Okay. De camera doet ziek lang met 1%. Ja, dat is vaak zo, hè. Telefoon ook. Als die telefoon 1% is, doet echt heel lang. Dat kwam raar uit. Ja, ik zeg er niks over, maar het had een rare zin. Ik heb zoveel handtekeningen gezet, ik ben helemaal in de war. Amy uit IJmuiden, ik heb je nodig. De laatste neem niet op. Nee, helaas. Maar wel heel erg bedankt voor je bestelling. Voor jullie bestellingen. Echt super tof. Ik ga dit gewoon...
Ik hoor af en toe die computer. Ik ga dat vaker doen. Ik ga vaker gewoon, sowieso als ik hier ben en ik ga misschien wel handtekening zetten op iets, dan ga ik gewoon mensen bellen die bestellen. Super tof. Heel erg bedankt allemaal. Dit was echt een super lange dag. Heel erg lang in de auto gezeten, maar we hebben echt hele toffe dingen gemaakt. Knolpower ijs, strandtennis setjes en de knolpower ballen zijn dus met handtekening. Ik heb echt ontzettend weer gelachen. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie baas heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knolpower!